Montesquieu-gebouw van de juridische faculteit van Tilburg. Ik sta naast het borstbeeld van Montesquieu, grote jurist en schrijver, bedenker van de trias politica, voorloper van de ideeën over de rechtsstaat. De vrijheid van de burgers is afhankelijk van de kwaliteit van de wetten, een goede samenwerking tussen wetgever, bestuur en rechter. Maar hoe zit dat met de strijd tegen het terrorisme? Moet in die strijd de vrijheden van alle burgers worden aangepakt om dat terrorisme te kunnen bestrijden? Ik sprak daar al over met Paul Pinteur in Leiden. Nu ga ik op bezoek bij Theo de Roos, hoogleraar strafrecht, maar ook advocaat met heel veel kennis van de strafrechtspleging. Ik ben benieuwd naar zijn antwoorden op onze vraag. Voordat ik hier bij Theo de Roos in deze fraaie kamer terecht kwam, ben ik bij Paul Pinteur geweest in Leiden. En hij had de opvatting dat in de strijd tegen terrorisme heel veel geoorloofd is, omdat de staat logisch voorgaat op de rechtsstaat. Eerst komt de veiligheid van de staat, daarna moet je pas denken aan rechtsstatelijkheid, die hij op zich wel mooi zou vinden. Theo, wat vind jij van dat uitgangspunt voor de discussie? Is dat het goede beginpunt? Nee, dat lijkt me niet. We hebben een democratische rechtsstaat. Eigenlijk is dat een hele lange strijd, een hele lange ontwikkeling geweest om het zover te brengen. En dat geldt maar voor een klein deel van de wereld. Maar die hebben we en die moet je in stand zien te houden. En dan kun je, als je daarvan uitgaat, niet het recht losmaken van de staat. En dat, dat klinkt wel mooi logisch, maar het is één geheel. En als je dat recht er even uitlaat voor de time being, omdat het dan zo nodig is, dan maak je meer kapot dan je lief is. Ja, jij bent bang dat als we die rechtsstatelijkheid op afstand zetten, dat we misschien niet meer zo direct weer terugkrijgen. Nee, dan krijg je een heel andere samenleving wellicht. En dan moet je misschien wel weer eeuwen erover doen om een klein stukje van de wereld om dat weer terug te krijgen. Ja, dus dat is een heel ander uitgangspunt dan Pinteur. We hebben het in dat gesprek ook gehad over de wet terroristische misdrijven, waar allerlei regels in zijn opgenomen om terrorisme te bestrijden. Vind jij die wet, als je nou kijkt naar de strafrechtspleging in de praktijk die jij heel goed kent, vind je die wet noodzakelijk? Denk dan bijvoorbeeld aan het vervolgen van de Hofstadgroep, wat telkens weer misgelopen is en wat nu nog niet zeker is hoe het gaat aflopen. En zijn die regels ook te rijmen met de rechtsstaatgedachte? Er zijn regels in opgenomen, en dan denk ik met name aan de bepaling over de samenspanning. Kenden we in de wet, maar is daar enorm uitgebreid. Maar je kunt zeggen, daar eigenlijk is al een grens overschreden. Of zit je op de grens, daar kun je nog over discussiëren. Wat is die grens dan precies? Met die samenspanning? Bij de samenspanning is het zo dat alleen al het maken van een afspraak, zonder eigenlijk verder concrete voorbereiding van het project, kun je al vervolgd worden. En dat betekent dat je op de grens zit van, ja, eigenlijk meer gedachtegoed. Van, ik kan wel afspreken met jou dat we samen een aanslag gaan plegen en dan vervolgens daar allerlei agressieve gedachten aan verbinden. Ja, maar verder is wel, er is verder nog niets gebeurd. Ja, dat hebben we wel bewijs, inderdaad. Ja. Zover gaat dat dus al. Ja. Nu kun je zeggen, en daarom zeg ik, het is op de grens, die afspraak moet dan wel bewezen worden. Ja. Als het alleen maar een uitwisseling is van gedachten. Maar het is gevaarlijk, omdat natuurlijk die grens zo flinterdun is. En ik denk dat het heel belangrijk is dat men zich ervan bewust is dat je al, zoals rechters nu ook al hebben gezegd in terroristenzaken, als ze vrijspraken, dat je al bezig zou zijn om als een soort gedachtenpolitie meningsuitingen en gedachtenuitwisselingen te bestraffen. Ja, nou, dat zou natuurlijk heel erg in strijd zijn met de rechtsstaatgedachte. Er zijn inmiddels ook allerlei verdergaande maatregelen in het voorstel en soms ook al heel ver. Bij de Eerste Kamer wordt besproken over een wetsvoorstel voor afgeschermde getuigen. Wat betekent dat informanten van de AIVD wel aan de rechter kunnen vertellen wat ze weten, maar dat de advocaat daar niet achter komt en dat die rechter ook maar moet wegen wat hij met die informatie moet doen. Ja. Hoe denk je daarover? Dat is nog wel een stap verder, zou ik zeggen. Ja, de gedachte van ons eerlijk proces is dat je, als er informatie komt die waar de rechter dan over moet beslissen, die gebruikt voor de bewijsbeslissing bijvoorbeeld, dat die altijd getoetst moet kunnen worden door die rechter zelf, maar inderdaad ook door de verdediging. Dat je ook vragen moet kunnen stellen aan iemand, aan de bron van de informatie. Maar het wetsvoorstel dat nu inderdaad in de Eerste Kamer ligt, afgeschermde getuigen, wil het mogelijk maken om toch nog enige toets uit te voeren, want anders zou je terugvallen, en dat zou eigenlijk nog erger zijn, op het gebruik van informatie, van ambtsberichten van de geheime diensten, die je helemaal niet meer kunt toetsen. Ja. Nou, nu wil men proberen toch die verdediging op de mogelijkheid te geven vragen te stellen. Het probleem is alleen dat de beslissing
uiteindelijk blijft liggen bij de geheime dienst. Als die zegt, hoor eens, dit is staatsgevaarlijk, hè, dus staatsveiligheid staat op de helling, dan is het einde verhaal. En dan zou de rechter terug moeten vallen op ongetoetste informatie. Ja. Of de rechter dat zal doen, ik hoop dat hij dat dan niet zal doen. Ja. Formeel is dat wel mogelijk. Ja. Ja, dus hij krijgt de regie komt eigenlijk bij de veiligheidsdiensten te liggen. Ja, dat is het zeker. Ja. Nou is er ook een hele discussie over een zaak die wel openbaar is, namelijk het aanpakken van haatzaaiers. Mensen die dus oproepen tot geweld tegen andersdenkenden en andersgelovigen. Minister Donner heeft daar een wetsvoorstel in voorbereiding. Maar het CDA in de Tweede Kamer gaat daar nog verder mee. Die hebben in een notitie die alles van waarde is weerbaar heet, een aantal voorstellen. En een van die voorstellen is dat mensen die haatzaaien uit hun beroep moeten kunnen worden gezet. Het moet ook mogelijk worden hun rijbewijs of paspoort af te nemen. En dat is dus echt het bestrijden van mensen van wie bekend is geworden dat zij op hebben geroepen tot haat. En hoe denk je daarover? Ik denk dat inderdaad niet proportioneel is. Dat is buiten alle proporties. Wat je eigenlijk doet, dat is een gevaarlijke lijn van denken, is mensen een etiket opplakken. Mensen die zeer foute plannen hebben of zeer foute daden op hun geweten hebben, daar geen misverstand over, die kunnen dan ook bestraft, recht bestraft worden. Alleen, je gaat ze vervolgens maatschappelijk eigenlijk kapot maken, want dat is het. Dat is het idee. Op allerlei, geen auto meer mogen rijden. Ze worden een soort ouseradieren, ook een belaste term, want het CDA misbruikt een beroemde tekst van Lucebert. Dan zal ik ook maar deze term misbruiken. Het is ouseradieren, het maatschappelijk bestaan van iemand kapot maken. Daarmee ook uitsluiten dat iemand nog eens een keer voortschrijdend inzit, tenslotte op zijn schreden terugkeert. Wat ik eigenlijk helemaal niet uitsluit bij veel van die jongens van de Hofstadgroep trouwens. Er mag ook wel eens gezegd worden dat niet. Je fixeert het natuurlijk op een bepaald moment van hun leven. Ja. Maar er zijn er nu al, ook in dat proces dat nu wordt gevoerd, die er anders over gaan denken. Ja. Dus dan moet je niet dit soort maatregelen in de lucht gaan houden. Nee, daar is er nog één kwestie waar ik erg mee zit in verband met die rechtsstaat. En dat betreft het legaliteitsbeginsel, de basis van onze hele strafrechtspleging. En dat houdt in dat als er maar eenmaal een wet is, dat de overheid dan inderdaad de vrijheden mag beperken. En minister Donner zegt ook bij die wet terroristische misdrijven en ook bij andere wetgeving, als Tweede en Eerste Kamer nou maar goed vinden en zet het in de wet neer, dan is er niets meer aan de hand. Dan is de bestrijding van het terrorisme is rechtsstatelijk, want het is recht gedaan aan het legaliteitsbeginsel. Houdt daarmee dus eigenlijk de hele discussie die we hier hebben op? Nee, dat denk ik niet, want het is denkbaar. Misschien zelfs op dit moment zijn er ontwikkelingen die dat ook in de hand werken. Dat je zulke slechte wetten maakt dat het hele gebouw uit het lood slaat. Dat er bevoegdheden worden toebedeeld aan bestuur, aan administratie, aan geheime diensten, noem maar op. Waardoor ze niet meer controleerbaar zijn bijvoorbeeld. Ja, dan heb je eigenlijk de gedachte van De berekenbaarheid van gedrag, de voorspelbaarheid van wat er met jou kan gebeuren, heb je prijsgegeven. En dan heb je toch, denk ik, strijd met de legaliteitsbeginsel. Maar dan vat ik het anders op dan de minister. Ja, precies.